Een groot deel van Nederland heeft te maken met bewolking. Alleen in het westelijke deel komt af en toe de zon tevoorschijn. In het oosten en noordoosten valt ook af en toe wat regen of motregen. Temperaturen liggen vanochtend zo tussen de 15 en de 16 graden en er staat niet veel wind. Vanmiddag ook in het westen de meeste ruimte voor de zon, terwijl het in het oosten toch nog wel bewolkt blijft met af en toe regen. De maxima komen uit tussen 17 en 20 graden en er waait een meest matige wind uit het westen. Vanavond wordt het dan geleidelijk aan overal droog en komen er wat meer opklaringen. De temperatuur ligt zo rond zonsondergang op zo'n 16 of 17 graden. Morgen passeert er een storing van west naar oost over het land. In de ochtend gaat het regenen en die regen die trekt dan in de loop van de middag geleidelijk aan weg. Maar in het oosten en zuidoosten van het land blijft het lang regenen. Het wordt 18 tot 20 graden. Z avonds klaart het dan op. Zondag ziet er een stuk beter uit met zonnige perioden, 20 tot 21 graden. En maandag wordt het nog wat warmer. Dinsdag wordt de warmste dag met zomerse temperaturen. Later op de dag is er wel kans op onweer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.